Robert-Jan, je hebt de organisatie de Circle Economy opgericht. Waarom? Dat gaat terug, denk ik, tot een dieper besef dat de crisis waarin wij ons bevinden vele malen groter is dan alleen maar een economische of een ecologische of een financiële crisis, maar het is echt een systeemcrisis. En om die aan te pakken is het nodig dat alle betroffen instanties, organisaties die met deze problematiek te maken hebben, ergens samenwerken. En het idee van de Circle Economy is dat we een platform creëren wat niet bedreigend is voor niemand. De kernkarakteristiek van dat platform is ook non-profit, non-ego. En nodigt eigenlijk iedereen uit om op het platform lid te worden, samen te werken. En dan praten we dus niet alleen maar over het bedrijfsleven, groot, midden en klein. Maar ook de overheid, politiek die mee moet doen. NGO's, maar ook de wetenschappelijke wereld, waar heel veel kennis zit. Met name over material sciences, Wageningen, Delft. Maar ook internationale instituten. Die allemaal gezamenlijk op het platform elkaar treffen. Bereid zijn samen te werken. Dus inclusief model, embracing. Wij denken dat exclusief denken tot de oude wereld behoort. En als we bereid zijn allemaal inclusief te denken en samen te werken op zo'n platform, dan denken we dat de transformatie die nodig is van de oude lineaire wereld naar een circulaire wereld, dat dat kans verslagen heeft. Maar je spreekt over een platform. Ik begrijp dat het de vorm heeft gekregen van een coöperatie. Kunnen bedrijven bijvoorbeeld lid worden van die coöperatie? Hoe zien jullie dat? Ja, nou inderdaad, een coöperatiemodel hebben we gekozen. Waarom? Dat moet benadrukken het feit dat het een samenwerking is. Dus het platform is van niemand, maar van iedereen die lid wordt. En dat betekent dus dat niemand zich bedreigd hoeft te voelen om lid te worden. En lid kunnen worden zowel bedrijven, organisaties, maar ook individuen. En de bedoeling is dat je naar het platform komt. Je gaat kijken hoe kan ik of een bijdrage leveren om mensen, bedrijven, organisaties te transformeren. Hoe kan ik als mens of organisatie of bedrijf getransformeerd worden? En dat gaat juist om het matchmakingproces. Dus iedereen die naar het platform komt en kenbaar maakt dat hij lid wil worden, krijgt een intakegesprek. En dan gaan we kijken wat heeft dit bedrijf of organisatie nodig om getransformeerd te worden. En wie zijn de spelers op het platform die al lid zijn, die kunnen helpen om dat transformatieproces te versnellen of in ieder geval te accelereren. En dat is de kern van jullie activiteiten. Maar zijn er ook nog andere activiteiten die jullie ondernemen? Bijvoorbeeld lobbyen in de richting van de overheid en dat soort van de zaken? Ja, we kunnen met z'n allen wel beseffen hoe belangrijk het is om naar een circulaire economie te gaan. Want het is wel duidelijk dat de huidige lineaire economie in onze ogen een failliete economie is. Er zijn allerlei aanwijzingen waarom het huidige model niet meer werkt. Maar we hebben de overheid hierbij nodig. De verandering komt, denken wij, niet van de politiek. Die ambitie hebben we zeker niet. Maar we hebben de politiek heel erg nodig om te zorgen dat deze transformatie geholpen wordt. Dus met juiste regelgeving, wetgeving, subsidies. Zorgen dat CO2 op de juiste manier wordt gewaardeerd. Met name in de energiewereld is dat heel belangrijk. Op dit moment zijn er studies gaande, die variëren overigens. Toevallig gisteren nog een gesprek over gehad tussen de 50 en de 500 miljard per jaar. Dat hangt er vanaf wat je tot directe en indirecte subsidies rekent. Die op dit moment naar de huidige energiewereld gaan. Dus om te zeggen, wat je vaak hoort, alternatieve energie bijvoorbeeld, is alleen maar mogelijk omdat ze gesubsidieerd worden. Het enige wat we hoeven te doen is met de bestaande subsidies op te houden die de huidige fossiele brandstofwereld aan subsidies krijgt. Dus daar zit een enorme ruimte om met elkaar daaraan te werken. Wat zijn dan de grootste knelpunten die jullie tegenkomen in het bevorderen van die circulaire economie? Nou, dat zijn inderdaad vele regelgevingen. Ik denk de grootste, wat ons betreft, een van de allergrootste knelpunten is denk ik het korte termijn aandeelhoudersdenken. Zolang er natuurlijk bedrijven op de beurs genoteerd elke keer maar op kwartaal tot kwartaal denken in plaats van op langere termijn denken, dan verhindert dat natuurlijk om binnen dat bedrijf de juiste stappen te nemen. Je ziet dus ook dat de bedrijven die op dit moment de grootste stappen maken naar de circulariteit, typisch familiebedrijven zijn, of gek genoeg ook sommige private equity bedrijven die een 5-jaarshorizon misschien hebben en in ieder geval niet elke kwartaal iets hoeven af te rekenen, maar over een periode van 5 jaar. En nou is het allerinteressantste, hier komt de lineaire oude wereld ons te hulp, dat een organisatie als McKinsey, die we rekenen uiteindelijk tot de lineaire wereld, is recentelijk met een onderzoek gekomen, ook tot hun eigen verbazing, de verbazing van velen, wat aangaf dat alleen in de EU
een bedrag tussen de 360 en 630 miljard per jaar te besparen zou zijn als we van de huidige circulaire economie omgaan naar de nieuwe, de huidige lineaire naar de nieuwe circulaire economie. Dus dat betekent, ook al heb je niets met duurzaamheid, je hebt niks met de natuur, je hebt niks met global warming, maar je bent gewoon iemand die graag heel veel geld wil verdienen, dan is nog, of juist de circulaire economie, iets waar heel veel te halen valt. Dus het betekent ook, dat is eigenlijk een bevestiging, dat op langere termijn het ook vele malen efficiënter is voor ons allen als we naar een circulaire economie toe gaan.